36 ton, dat recordgewicht aan plastic dopjes hebben de vrijwilligers van de actie Ter Nat Dopt Mee het voorbije jaar bijeengesprokkeld. Dankzij de inzameling kan maar liefst €20.000 geschonken worden aan het Belgisch Centrum voor Geleide Honden. Al 3 jaar zet de actie Ter Nat Dopt Mee zich in voor het Belgisch Centrum voor Geleide Honden. Elk jaar opnieuw verzamelen enkele vrijwilligers enorme hoeveelheden plastic dopjes om ze daarna te sorteren en te verkopen aan een recyclagebedrijf. Dit jaar zijn alle records gebroken. We zijn dus gestart het eerste jaar met 24.240 kilogram. Zijn we overgegaan naar 33.000 en een beetje en dan nu dit totaal. Dit jaar hebben we 36.390 kilogram verzameld, wat dus een absoluut record is sinds de 3 jaar dat we bezig zijn. Met de opbrengst van de dopjes en de sponsoring kan de organisatie dit jaar €20.000 schenken aan het Belgisch Centrum voor Geleide Honden in Tongeren. Met die som kunnen maar liefst 4 puppies worden aangekocht die dan opgeleid worden tot blinde geleide hond. Wij krijgen 35 cent per kilogram dopjes. Dus wij rekenen, een hond kost tussen de 15.000 en de 20.000 euro. Dus een gemiddelde van een €17.500. De blinde of slechtziende krijgt meestal een subsidie van €12.500. Dus je moet rekenen dat je een goede €5.000 extra moet vinden om de kosten te betalen voor die hond. Eind vorig jaar zaten de vrijwilligers nog met de handen in het haar omdat ze te horen kregen dat hun toenmalige lokaal aan het gemeentehuis afgebroken zou worden. Maar eind dit jaar vond Ter Nat Dopt Mee een nieuwe thuis in de gebouwen van een firma aan de Assesteeweg in Ter Nat. Een mooie start van het nieuwe jaar. We hebben dus een nieuwe locatie. Dat wil zeggen dat we opnieuw kunnen beginnen. Dat wij ook nieuwe sorteerders graag zouden zien komen. Iedereen is welkom. We hebben altijd doppen genoeg om te sorteren. Wat niet wil zeggen dat we ook nog altijd graag meer doppen zouden krijgen hier. Ja.